Henny Vrienten werd vooral bekend als zanger van Doe Maar, dat uitgroeide tot een van de belangrijkste groepen in de nederpop scene. In 1984 stopte Doe Maar ermee. Naar eigen zeggen ging de band ten onder aan hun eigen succes. In zekere zin is het ook jammer. Ik bedoel, zo'n bandje krijg je natuurlijk nooit meer bij elkaar. Vrienden ging daarna als soloartiest verder. Maar de herkenbare Doe Maar sound die bleef. Als je wint, heb je vrienden. In de jaren 90 schreef Vrienden vooral nog muziek voor films. I want to go to the center. Voor die verdiensten kreeg hij in 1996 een zilveren harp. In 2000 kwam Doe Maar voor het eerst sinds de breuk weer bij elkaar. Een nieuw hoogtepunt was er 10 jaar geleden. Toen stond Vrienden samen met Doe Maar in de uitverkochte concertreeks Symfonica in Rosso. Vorig jaar zou er nog een reunieconcert zijn met Doe Maar. We hebben nu net besloten dat dit de laatste reeks Doe Maar concerten is. Maar daar is het door corona en de ziekte van Vrienden niet meer van gekomen. Hij werd 73 jaar.